loopt eigenlijk Giant Strike, dat maakt nu al mee van de Pokémon Scarlet en Violet Surprise Cage Lock met Nidoran. Lekkering. Zeker lekkering. We gaan vandaag Orphworm doen. Zekering. Ik hoop nog wel even wat XP candy te vinden, want dat zal mij ook wel helpen, ja. Kijk, al level 21. En ik moet even healing. Anders verlies ik zo meteen een Pokémon in. Dat willen we. Zij nou dat willen? Ja. Nee, nee. Maar man, dat willen we zeker niet in. Ik moet weer even wat van die M candy hebben. Ik moet weer even wat 3 sterren terrorates vinden. Of ik moet even kijken. Die heb ik al gedaan, deze trainering. Niet de tegenwilding Pokémon in vechting. Jawel. Nee, I'll leave Brittany alone. Hey, een nice candy, nice. Het staat nu wel gelijk. Zeker, 4-4 sinds de vorige aflevering. Ik ben een blije jongen. Zo zou je dat kunnen noemen. I fumbled really hard. Kijk, tegen een psychic type. Ik heb niks. Nee, ik heb like een rock, maar die is niet sterk genoeg in. Waarom kunnen we niet XP candy kopen in? Omdat het ook nog een soort van semi-moeilijk ging moet zijn. Nee, maar alleen voor ons ding. Oh, alleen voor ons ding. Alleen wij mogen dan kopping. Oké, die kan ik wel doen. En dan moet ik even langer op kiezen. Oké, dan hoop ik dat ik gewoon win. En dan hoop ik dat ik iets van een stuk of 5 van die M-candy krijg. En dan kan ik in ieder geval Toxel evalueren. Ik wil die cage match niet doen met Toxel. Nee? Nee. Dat heb ik wel cool gevonden. Dan moet ik met hem, dan, nou ja, als ik die baby Pokémon meeneem, dan weet je al sowieso, oh, die kiest hij niet. Even kieken, even wauwen, even huilen. En dan doet hij lekker een normal aanval. Wat ik resist, toch? Heel goed. Oh, waarom doet het nou zoveel, maat? Dat kan toch niet, joh? Hier. Oh, en ik doe zo weinig. Ja, deze ga ik ook niet in. Ik zie het nu al. Oh, man. De eerste ring. Ja. Ik moet even een goede vinden die ik gewoon zo kan doen, maar dat ik genoeg candy krijg. Maar het is gewoon heel lastig. En je denkt, Lycanroc is een goede Pokémon, maar dat valt toch wel vies tegen. Dan is het zo van, oh nee, toch niet. Nou, inderdaad. Even kijken. Als ik nou die staaldingen doe. Kijk, want daar zit echt helemaal geen raid. Waarom hebben we nog steeds FPS dropping in deze gaming? De game is al dik 2 jaar uit. Dat is niet waar. Maar het is Pokémon, hè? Het is bijna 2 jaar, toch? Oh nee, joh. Hij is nog niet eens 1,5 jaar. Wat kan dit nou weer? Maar alsnog, dan... Je zou toch denken dat ze toch wel iets hebben gevonden, omdat... Ze doen niet aan patching. Jawel.
Ja, maar niet aan frame drop patching. Alle glitches hebben ze eruit gepatcht. Ook de leuke. Maar ja, er zit nu een duplication glitch er weer in de game. Wat? Ja, je hebt de smurgle nodig. Of nee, je moet eigenlijk smurgle. Paddying. Ja. Mensen gebruiken dat om dan die speciale ballen te krijgen. En je kan dat gewoon heel... De opzet duurt wel eventjes, maar... Als je hem eenmaal hebt, dan kan je gewoon... Snel achter elkaar de item krijgen die je wilt. Okay. Nou ja... Als het spel mij nou gewoon even een paar candies gunt. Ja, die zijn niet zo snel te vinden. Nee. Dat is de blijking. Mm-hmm. Wel een extra tag, dat is iets voor Jordi. Jordi, cadeautje voor jou. Jordi kan dat wel gebruiken. Kijk of die Orphworm een ground move heeft. Van wat ik kan zien, heeft die Iron Tail Headbutt en Wrap. Okay. Nou, dan zou je denken dat moet niet zo moeilijk zijn. Okay. Je zou het zeggen, maar ja. Je dat weet het nooit, ding. Ja, Diglett kan ik wel met Lankering Dewalt aan. Oeh, ga jij voor de Fue Coco? Ja, die wil ik wel even bij hebben. Op de... Bij me een goed idee, Ing. Hij is wel zo'n goeie Pokémon, Ing. Even kijken, Waterpuls. Kijk. Dit gaat lekker snel heen. Zo. Klaar is Kazing. Niet Kazing. Zeker Kazing. From the bacon. From the bacon in die ding. Is dat al afgelopen? Wie is de mol? Nee joh. Ik heb pas 4 afleveringen geweest. Hoe lang duurt het meestal? Altijd 10 afleveringen. Oké, dus nog 6 weken te gaan. Mm-hmm. Maar Cheese from the Bacon zit er nog steeds in, toch? Zeker, Ring. Oké, ja. Hij lijkt me echt wel de mol. Hij zou echt een goede mol zijn, denk ik. Ik bedoel, hij kan al criminelen opsporen. En wat nog meer. Hij is misdaadjournalist, dus dan moet hij toch wel een verstand ervan hebben. We waiting. Hij gaat hem gewoon al doen, joh. Ja, het duurt allemaal zo lang. Een saai voor de aflevering. Ja, oké. Maar goed, het is ook niet de bedoeling dat we 18 afleveringen hebben, toch? Wink, wink. Nee. Liever dan dat er helemaal niks gebeurt. Ja, oké. Wat ga je hierna doen? Weet je dat al? Zeg maar na dit project. Na deze... Oh, nee. Oh, dat weet je nog niet. Nee, er lopen nu 2 projecten. Daarvan weet ik wel wat ik na allebei de projecten wil gaan doen. Maar daar ben ik allebei ook nog niet aan begonnen. Mm. En dit is nog het verste project, zeg maar. Dus daar ga ik pas weer over nadenken als het nodig is. Ah, ja. Nou, het loopt wel lekker zo.
Zo. Kijk, heb ik nog eentje in de buurt die ik makkelijk kan doen? Kijk, Rock is een beetje te... hier kan ik nog niet naartoe. Ik zie zo'n bug typing. Maar daar moet ik heel wat langs. Oké, ik kan nog die ice checken en dan ga ik wel richting Orphworm. Volgens mij kunnen we na deze kunnen we hoog springen. Nice. Dat is zeker nice. Hier kijken. Ja, ik kan nu nog, voordat ik hem af ga maken, nog wel eventjes kijken of ik misschien nog wat candy eens kan winnen. Oh, fuck. Ik wil de Charmeleon gebruiken. Charmeleon, Mortal Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl. Oh my night. Slowpoke. Bidget, Arbok, that's all, folks. Catch him, catch him, gotta catch him. Pokémon. Lekkery. Gonna be the best. There ever was. Beat all the rest. Yeah, that's my cause. Echt, januari is zo saai. Niet zelf zo? Nee, hoezo? Omdat er nooit wat in januari gebeurde. Want dan, kijk, je hebt zeg maar de feestdagen heb je gehad. Dus dan heb je alle coole games al. Maar je hoopt natuurlijk al, als je zeg maar heel veel die nieuwe games hebt gespeeld, dat je al aardig wat nieuws weer kan spelen. Maar er komt helemaal niks uit in januari. Wel, van die spelletjes. Nou ja, heel weinig dan. Kijk, die Another Code kwam dan denk ik uit in januari, toch? Dat klopt. Maar goed, dat is niet echt niet een game voor mij in ieder geval. Wel voor jou. Dus jij hebt dan wel wat... Nou ja, weet je, ik heb ook wel genoeg te spelen, maar... Ik vind het altijd leuk als er nieuwe dingen uitkomen. Mm-hmm. Want dan word ik weer hyped. Nu heb ik wel Persona. En eind februari heb ik... Final Fantasy 7 deel 2, maar... Daar ga ik nog niet aan beginnen, joh. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik dit met andere mensen al ging doen. Oepsie. Ah, omdat je online zit. Oepsie. Ah joh, nou ja, dan helpen ze je. En maar als Arjen dan eventjes opskiet. Ja, dat zal wel helping. Helping hand. Helping handing. Kan ik hem niet kicking? Nee. Ja. Hij gaat Terrapagos gebruiken. Leuk! Die stellar typing. Oprecht. Nou ja, dat heb ik al een keertje tegen jou gezegd, maar wat? Oprecht, ik dacht dat het een water rock type zou zijn. Oh, lol. Ja. Oprecht. Maar het leek ook wel echt op een water rock type. Ook met de moveset en zo, maar. Misschien is er ook. Oh, het was een Magikarp. Ik dacht dat het een Basculin was. Zag je dat niet, ding? Nee, ik was een loserboy even. Standing. Maar ik kon bewijzen dat ik geen PlayStation 5 heb, dus dan is alles goed. Nou zeg. Ik denk dat Magikarp doodgaat en ik jij. Dat denk ik ook. Ik denk niet dat hij het heel lang overleeft. Lekker, Pamo. Je bent de beste van de wereld, ding. Op ding. Zeker op het een. Geef me 1 miljoen XP candy inks. Nee, ik wil hem niet catchen. Het is maar een vis. Het is een vis. Een niet een rauwe. Of toch wel, een rauwe vis? Ja. Levende vissen zijn over het algemeen rauw. Die zijn nog niet gebakken. Get for damn it. Nou, ik mag toch hopen dat ik na deze genoeg candy heb.
Die Fraggabags, die zit jou gewoon uit te lachen. Van, yo, jij komt hier praten tegen mij? Wauw. Wauw. Use this item on this bitch tips. Hoppatee, level 23. 23. Thermal exchange. Thermische ruil. Wat is dat nou weer voor een move? Dat is Pokémon Meester move. Dat is een move van Pokémon Meesters. Ik snap dat jij niet kent. Ja, nu wordt de kaart geboond. Ja, word je in je kontje geboond? Ja, want door de vlammenwerper wordt hij alleen maar sterker. Oeps. Maar goed, het doet wel paupers veel damage. In tegenstelling tot al die andere bita's die met me meevechten. De bita's doen weer geen damage, boys and girls die kijken. Altijd die bita's. Altijd die bita's. Die rijke. Kijk, mijn krokodil heeft tenminste een sombrero op. Daar kunnen jullie nog wat van leren. Zeker. Jullie hebben geen sombrero op. Sombrero. Oké, nu terrestrializen en dan gelijk dat ding helemaal de tyfus intrappen. Nee, de tearing. Oh, de tearing intrappen. Oké, gaan we. Nandoing. Mine goede, mijn fout. We moeten een tearing intrapping. Straks is Sander niet meer trots op jou, omdat je geen tearing bent. Ah, sorry. Ik denk dat hij nu wel max attack heeft. Kijk hoeveel dit doet. Je gaat dik winning. Oh! Ja, nu is het... Nee! Dat is de verkeerde move. Maar je deed fire fanging, waarom deed je dat nou, Wayne? Ik wilde flamethrowing. Maar je deed het niet. Inderdaad, nee. Nou ja, het maakt niet zoveel uit. Want ik ga nu wel dan dood, maar als ik respawn, dan kan ik weer flamethrowering doen, nee. Gotita is lekker aan het slapen. Slaap lekker, in. En ook dood, in. Zo. Metacritting. Wat is dat met jouw crits vandaag, zeg? Je bent een Pokémon meester of je bent het niet. En dan... Kijk, slash dat boost dan wel je crit chance, maar dat is niet de enige crit die jij vandaag hebt uitgedeeld. Godverdorie. Volgens mij heb ik er misschien eentje uitgedeeld vandaag. Ik hoor jaloerse tijding. Ja, een klein beetje. Oké, dat was Fridgy. Juist, M-Candy galore. Oké, ik moet alleen voorzichtig zijn met hoeveel ik geef, maar... Op het ding! Kijk, S-Candy heb ik wel genoeg van. Kijk, doe er 5 of zo. 6. Is het tijd om naar de worm te gaan, Nandoing, of niet? Ja, zo'n beetje wel. Kijk, de X6-Candy geven. Meen je? Dat kleine beetje experience. Even Charmeleon voorop. Oh, dat wilde ik niet doen. Ik wilde die even met die wisselen. Dan moet ik de whistling. Even whistling. En dan gaan we gewoon hier naartoe vliegen. Want dat had ik al geregeld de vorige kering. Doe maar zo, Wing. Green. Vind ik nu Candy? Oh, jammer. Ik had dat wel grappig gevonden. Kijk, ik moet even één Pokémon inmaken. Oh, wacht. Daar is de olifant. Die kan ik in één keer killen. Olifantje in het bos. Dat nummer was ik waarom wel. Lopen hier Diglets los? Hé, hey, dat is de Pokémon variant. Area Trap? Ben je helemaal krankjorum geworden of zo? Cranking Yoruming. Niet Bulldoze, maar ik heb die HP nodig, Diglett.
pause for dream. Slash, een crit! Waarom krijg ik altijd crits tegen? What the freaking? Je zegt ook niks. Omdat ik juist allemaal crits kreeg. Ah. Ik deed jouw soort van pesting, maar het kwam niet aan. Nee, het kwam zeker niet aan, Ing. Even kiki. Hey, ga je mee als je dat wilt? Dan hoor je bij ons. Hoor je bij ons? Deze wereld zit vol met gevaren. Soms dan hangt er een groot avontuur in de lucht. Dat is voor ons dan een klus om te klaren. Wauw. Wauw, you can really dance. Yes. Huh? Doet dit nou hetzelfde? Oh, oké, okay. Nee, ik zie het verschil. Nee, de ene is een spray en de andere is pure acid, Nandoing. Ah, ja, ik snap hem nu. Ik begrijp hem, Ing. Goed, sorry. Nu moeten we Ik dacht, is hier nou geen Pokémon Center, mevrouw? Maar die moest nog inspannen. Oepsie poepsie. Oké, nu gaan we keihard pakken, die worm. Wow. Zo'n grote worm heb jij in je leven nog nooit gezien. Welling. Welling Waring. Als ik de douche onderstap, Ing. Ja, ik dacht het al. In je broekie zeker. Ja, zeker. Hoppatee. Zo, dat was hem alweer, Ing. Jij doet vals speling, denk ik. Nee, zeker niet. Pak die Pokeball gewoon op, jongen. Hey, Candy. Goeie. Kijk, dat is wat we nodig hebben. Find the lurking steel titaning. Nee, dat doen we lekker niet, Ing. Dat moet niet. We moeten dat doen, Ing. Kom hier, Ing. Kom op allemaal, spuit not die gore earthworm. Yeah. Oh, hij gaat de andere kant op. Ik heb problemen met het vinden van de worm. Je moet dan zelf even de warming doen, Ing. Hij is tall to fairing gegaan, Ing. Hij moet daarin zijn, Ing. Daar is hij, de loser boy is daar. Lekker. Ja, jij hebt een PlayStation 5, want jij bent een loser boy. Ik wou dat jij ook een PlayStation 5 had, denk ik. Jij kan hem voor mij kopen. Nee, dat kan ik niet. You will worry. Dat gelding heb ik niet, Ing. Nou, bij je volgende paycheck, Ing. Stiekem heb ik die vorige week, of deze week gehad. Maar, wat heb je eraan verbruikt, Ing? Nee, ik heb het nog niet. Nou ja, huur. Mijn huur heb ik betaald. Je huur? Ja, mijn huur. Bij je ouders? Ja. Kost gelding. Hoeveel? Nee, kostgeld, hé dan, bij jou. Ja, kostgelding. Ja. Ja, nou ja, ik noem het gewoon huur. Alleen ja, ik krijg er niet alleen maar water en stroom ervoor terug. Mijn was wordt ook wel gedaan. En ik krijg eten. You do love was. I love my clothes being washing. Oké, 500 uur dialoog. Yay. Maar ik wil maar 499 uur dialoog. Oh man. Hij dialoog tegen mij. Hij dialoog tegen jou. Dat kan toch niet waar zijn, Milan? Ja, dat is echt niet meer normaal. Daar moet je echt wat van zeggen. Poppetee. Nou, het is geen kunstziening om een of andere redening. Wat een bullshit. Oh my god. Wat een viesbeuk. We bijten de worm. Ga jij de worm met bijten? Ik stop die worm in mijn mond. Nee, wat. Dat gaat wel ver, Ing.
We krijgen zo'n cage match Nandering en dan hebben we gewoon weer een iemand die voor staat. Of jij bent het, of ik ben het. Dat is de vraag. Ik vrees het ernstige in. Ja, dat jij eerst staat. Want dat is het ergste in. Wat ons kan overkomen in. Een meningenverschilling. Het zou wel de eerste keer kunnen zijn dat ik hier voor sta. Ja. Toetstoel is St. Jumin gone. Oké. Okay. Is Toetstoel gone, in? Ja, maar dat is ook een loser, Pokémon. Heb je Fire Fang al gemist? Nee, natuurlijk niet. Ik zou... on my side today. Ik zou hem wel hebben gemist. Dat klopt, ja. Standing. Oh. Warby is gone. Flickering. Even wat checking. Yeah. Krijgen we de super high mega super high jump? Ik hoop het wel. Super mega high, super jumping. Ja, die Wellack. Oeh, dat zou wel fanning zijn. Oeh. Lekker. Zeker lekker. Wat is eigenlijk de volgende stap, Nando? Ik denk gym 4. En dat wordt dan een watergym? Ja. Watergympie, daar heb ik niet zo'n goede Pokémon tegen. Dan moet ik Palmo evolueren. Om eerlijk te zijn, ik heb ook niet zoveel goede Pokémon daartegen. Ja, anders kunnen we de Normal Gym gaan doen, maar die zijn wel 6 levels hoger. Laten we maar gewoon de watergym doen. Ja. Ik denk, kijk, wat hebben we dan? Daarnaast kunnen we nog de Poison Star, Team Star doen. De hoogste is daar. Laten we maar eerst gewoon een gym gaan doen voor de levels. Ja. Dat we wat hogere levels mogen. Misschien is dat wel verstandiger. Dat is voor iemand met een Smarty Pants aan. Inderdaad, ding. Nou, dan doen we zo meteen zullen we de volgende aflevering gewoon de cage match doen of deze? Nee, laten we de cage match nog deze aflevering doen. Ja. En doen we de nieuwe Pokémon vangen de volgende aflevering. Ja, ik denk dat het misschien wel dat lijkt me een zeer puik plan. Fakering. Kijk, hoeveel XP moet mijn brain nog? Okay. De horen draak gaat nu mijn broodje opeten. Gam, ham, 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 ham. Ik vind Coraidon wel het mooiste van de twee. Godverdamme. Ik vind het is meer een kimono draak en de kleuren die kloppen en het paarsje met het blauwe, dat mengt gewoon goed. En dat dan ook weer met het rode. Ik vind Miraidon een beetje te basic. Durf je nou te stelen? Tja, iemand moet het doen. Dat is waar. We will jump higher now. Green, dus nu hoef je niet meer van die kleine sprongen te maken. Lekker, bro. Dan moeten we alleen nog maar vliegen. Nu moet ik bedenken welke Pokémon ik tegen jou ga gebruiken. Oeh. Ja, dat wordt wel een lastige dingetje. Maar goed, je hebt wel de afgelopen 2 matches gewonnen. Net waar. Ik heb ze eigenlijk allebei niet zomaar weggegeven. Ik heb wel echt mijn best gedaan. Dat is waar. Misschien was dit een andere wereld geweest als ik die hypnose wel had geraakt. Dat is waar. Kijken, wat is de kans? Wat zijn de kansen? Hypnosis? 30% dat je raakt. Nee, dat je mist, denk ik dan. Nou, dat je mist. Ja. Even kijken. Hypnosis. 40% kans dat je mist. Mm. Ja, ik hoor bij die 40% helaas. Dat klopt, ja. Oké, tijd voor de matching der cages. Laat ik jou even naar beneden doen. Ja, ja. Ik heb jou ook beneden. Heb je internet aanstaan? Ik heb mijn internet nog aanstaan dit keer. Goed zo, Ing. Link trading. Oh nee, niet link trading. Link battling. We battelen met een Link. Ja. Niet met Zelda, maar met Link. Mhm.
An opponent has been found. Oeh, ik mag de regels kiezen. Ja. Maar degene die de regels kiest is wel helemaal gecursed, hebben we vandaag gezien. Nou ja, wie weet. Je hebt de tweede gekozen, toch? Normal rules? Ja, normal rules. Flankering. Ik moet wel zeggen, sinds ik dit nieuwe muziekje heb gekozen, verlies ik eigenlijk alleen maar. Ik ben benieuwd welke Pokémon jij kiest. Ja. Ja, ik ook. La. Ik zit me nu te bedenken, misschien had ik toch wel iets anders moeten doen. Risk it for the biscuit. Ik wilde bijna weer Discord erbij pakken, maar dat kan helemaal niet. Nee, dan kun je de move zien. Waarom duurt het zo lang, Ing? Traging. Traagstaring. Hallo, Ing. Traagstaring. Dat de staat die niet zo snel is. Inderdaad, Ing. Milan tegen Lakery. Wow. Wat heb je gekozen, Ing? Toxtricity. Uh-oh. It's a Bob. Pons, Bob. Ja, dit wordt hem al niet. Ik kan dit doen. Oh my. Speedfelling. Dat deed ook echt helemaal niks. Yes, did you bingo on? Nou ja, nu mag je Quagsire in ieder geval niet meer gebruiken. Dat is waar. Ik ga hem wel een revive geven. Oké. Okay. Ja, dit is wel echt heel triest dit. Vandaag is echt niet mijn dag. Nee, ik merk het. What the fuck gebeurt er allemaal? Ik weet het niet. Very saddening. Ja. Ik denk, ik verwacht, jij gebruikt dit en dan gebruik je het niet. Maar goed, dat had jij ook een paar keer gehad, dus... What the fuck? Oké, ja, de game doet het. Maar met Bob dacht ik van, oké, Espion weet ik niet wat er dan gaat gebeuren, maar met de rest moet ik winnen, dacht ik. Tja, oprecht. Het is wel al de zoveelste keer dat ik dan XP Candy gebruik, en dan waar ik het op heb gebruikt, dat ik het weer verlies. Ja. Yeah. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. De volgende aflevering gaan we 3 nieuwe Pokémon traden. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos.